iets professioneler zijn op dat moment. Ja, pasta. Ja, van Wout Leemans. Wat ik natuurlijk heb vertellen was, ik hoop. En wat wie weten we dan gaan krijgen, een Toon Sijs is terug op de court. Mooi onder druk die bal opbrengend. Mooie crosspas daar, 3-pointer. 3-point shot, jawel. Coach heeft zelfs even iets kunnen uittekenen in de alle rapte. Ah, voor Schoepen natuurlijk. Schoepen. Voor 3. Was te denken hoor. Het voordeel van de Giants. En daar krijg je die runs, Robin. Daar krijg je die runs waar ik voor was. Ja, natuurlijk is dat een goede wedstrijd die verder. Ja, zeker. Zeer aanwezig. Nee, die gaat 1-on-1 proberen daar. Switch. Dat moet je toch doen tegen. Ja, prachtig. Het moet allemaal zo simpel lijken. Leemans gaat zich regelmatig opposten. Ja. Ik weet niet wat daar het plan is met Leemans. Ja, doet hij wel goed. Oei. En dan is die beweging. Ik heb het nog niet gezien. Johan Hooyakkers, hier aanwezig in Alphenberg. Die speelt ook veel minuten naar Robben. Sorry. De Swiss. Mooie pas, de Zeeuw. Wordt ze dan gelijk? Easy basket. Ik dans heel veel op, maar inderdaad easy basket voor. Ik vind het geen probleem. Laten we ons ongelijk toegeven als die Sevens ze gelijk haalt. Geen moeite meer. Goed shot. Schitterende driepunter van Bolton. Moet ik liegen, het is Jovanovic. Hier verder helemaal open. Hoe kan dit? Benet, oh. Zeg, ik ga die wedstrijd in mijn handen leggen. En ik ga het hier even oplossen. En dat was ook een fout, nee. Wout Leemans die twijfelt dan. Dat had je niet moeten doen. Dat was het moment voor een driepunter. En de dunk van Felicie. Trekt de hele rek mee. En Toon Sijsens, die heb je er ook nog. En dan zullen we wel genoeg zijn, hè. Ja. United gaat hier zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen leiden. Ze verliezen met 68-82 van de Antwerp Giants. En 14 punten, ik voel een zwaar verschil.